In oktober is de biodiversiteitstuin van Vrij Groen verhuisd van Leiden naar Oegstgeest. Zaterdag kregen belangstellenden een rondleiding door de nieuwe tuin. Het is een hele mooie plek. Er komen heel veel mensen langs. Dat is ook leuk. Je kunt heel veel mensen spreken en uitleg geven over de groentetuinen en het kerstbomenasiel en alles. En het is voor de Leidenaren verder. Ze denken ook dat het ver is, Oegstgeest, denk ik. Maar het is eigenlijk heel dichtbij. Het is vlakbij Corpus, vlakbij de universiteit. En prima. Op de nieuwe locatie bij Nieuw-Rijngeest moest Vrij Groen een nieuwe start maken. De afgelopen 10 maanden is er hard gewerkt aan deze nieuwe tuin. We hebben al een heel aantal dingen aangelegd. En het ziet er nou ook wel weer heel leuk uit, zeker nu het zomer is. De groentetuin is een stuk groter geworden. We houden het nog maar net bij met de onkruid en soms niet. En we kunnen er ook alweer lekker van oogsten. Het bekendste initiatief van Vrij Groen is het kerstboomasiel. Waar mensen hun kerstboom in januari kunnen brengen en hem in december weer kunnen komen ophalen. Nou, een heel aantal bomen staat er goed voor, maar er zijn er ook al best al een aantal dood gegaan, helaas. En dat gebeurt eigenlijk ieder jaar wel. Vorige jaar heeft bijna de helft het gehaald. En ik denk dat we nu op een iets hoger percentage overleving uitkomen. Omdat we van tevoren tips verspreid hadden hoe je de boom het best kunt verzorgen. De biodiversiteitstuin heeft op de nieuwe locatie een flinke stap genomen. Maar voor aankomend jaar zijn er nog veel plannen. We willen volgend jaar een shelter gaan bouwen. Dus dat ook we groepen kunnen ontvangen als het wat minder mooi weer is. En dat willen we graag doen met een prijsvraag voor het mooiste ontwerp. En dat moet natuurlijk aantrekkelijk, groen en duurzaam zijn. En ook nog redelijk betaalbaar en samen met vrijwilligers te bouwen.